Goedemiddag, u kijkt naar het Weergenaal van weerplaza.nl. Een groot hoge drukgebied boven een groot deel van Europa zorgt bij ons in Nederland voor prachtig weer. Dit hoge drukgebied verliest echter in kracht en trekt de komende dagen richting het zuiden van Europa, waarna een lage drukgebied boven tussen IJsland en Noorwegen in, geleidelijk aan via het zuiden van Scandinavië naar Estland trekt, in intensiteit toeneemt, waardoor er bij ons een noordwestelijke stroming op gang komt. Ook even bijzonder om te noemen is een klein heel verenigd lage drukgebied nabij nou Creta. Dit lage drukgebied heeft zelfs tropische, subtropische trekjes, moet ik eigenlijk zeggen. Want afgelopen nacht was op de satellietbeelden zelfs een oog te zien in de, in de satellietbeelden. Als ik alles in beweging zet, dan is te zien dat het hoge drukgebied geleidelijk aan naar het zuiden van Europa verhuist. Het lage drukgebied boven Scandinavië geleidelijk aan richting ...esland trekt en daarna ook nog eens in kracht toeneemt. En dan morgen bereikt het koufront wat bij dat lage drukgebied hoort uiteindelijk ons land... ...waardoor het bij ons vanaf morgen een stuk koeler gaat worden. Op de satellietbeelden momenteel is te zien dat het op boven Nederland de zon toch echt flink schijnt. Temperaturen zijn hoog opgelopen voor de tijd van het jaar... ...met waarde van 14 tot op sommige plaatsen al meer dan 16, afgerond zelfs 17 graden. Alleen in het noordoosten van het land, daar zitten ze nog wel wat met wat bewolking... Maar ook daar komt de zon af en toe toch wel goed door de wolken heen. Als we even in detail naar morgen gaan kijken, dan is het koufront wat overgetrekken voor morgen goed te zien. Op de meeste plaatsen blijft het in de ochtend gewoon helemaal droog behalve in het uiterste noorden van het land en in de loop van de dag dan neemt de kans op regen overal toe. En terwijl de regen valt neemt ook de temperatuur af in plaats van dat de temperatuur in de loop van de dag toeneemt. Voor de regen uit wordt het een graad of 14 en terwijl de regen overtrekt en na de regen is het niet warmer dan een graad of 11. Vanavond zitten we nog steeds dus onder invloed van het hoge drukgebied. Op veel plaatsen is het helder. In het noorden van het land komen wat wolken voor. En de temperatuur die daalt vanavond op sommige plaatsen al naar 6 graden misschien. In het zuiden van het land kan ook nog eens een mistbankje voorkomen. Komende nacht verandert er eigenlijk heel weinig. Vanuit het noorden begint de bewolking geleidelijk aan wel steeds meer toe te nemen. En in de loop van de nacht ook in het midden van het land. Het is wel zo dat op plaatsen waar het lang helder blijft het flink kan afkoelen. Lokaal minima van 3 of 4 graden. En ook kan het op sommige plaatsen opnieuw mistig worden morgen vroeg. Het is wel zo dat de bewolking snel toeneemt vanuit het noorden. Dus op plaatsen waar het bewolkt wordt, dat daar de kans op mist een stuk kleiner is. Morgen is het dan. Ja, wistend bewolkt. Later wordt het gewoon bewolkt en kan er ook wat regen of lichte regen gaan vallen. Misschien dat het zuidwesten van het land het zo goed als droog houdt. Maar er zijn ook plaatsen waar enige tijd regen kan vallen. Voor de regen uit: temperaturen van 13 tot 15 graden. Tijdens en na de regen wordt het niet warmer dan een graad of 11. De komende dagen dan blijft het wisselvallig. Woensdag wordt op een aantal buien eigenlijk nog best een aardige dag. Is het wel een gure noordwestenwind? Misschien aan zee eventjes krachtig. En in de ochtend nog hard. Windkracht 7, maar die neemt in de loop van de dag af naar vrij krachtig. Het wordt niet warmer dan een graad of 10, 11. En misschien dat in het noordoosten van het land bij buien kansen op een klap onweer. Donderdag en vrijdag weinig verandering. Iets minder zon dan komende woensdag. Maar de temperaturen die dalen geleidelijk. Want we komen in polaire lucht terecht. En op vrijdag wordt het dan niet warmer dan een graad of negen. In de pluim is de warme uitbijten van morgen nog goed te zien. En daarna komt toch echt de koele lucht binnen. En verandert de komende dagen eigenlijk niet heel veel. Vanaf het weekend dan lijken de nachten wel wat kouder te worden. Er wordt het weer wat rustiger wat betreft de wind. En neemt de kans op wat vorst ook toe. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl